strafschop. Verhaag. Verhaag met de kans op 3-1. En het is 3-1. Weer slaat Vitesse snel toe. Was het in het begin van de wedstrijd. En nu bij de hervatting naar rust. Een snelle vrije trap. Verhaag combineert. En plotseling staat Verhaag oog en oog met Wevers. En waar is de man die met hem mee moet lopen? Die is er niet. En nu scoort de captain. Laat ze niet. Bakal. Bakal, bij je voorzet. Bij je grijpt opnieuw niet in. Bakal. 3-1 voor PSV. Ja, als je zoveel ruimte blijft weggeven achterin, zoals Feyenoord doet, dan blijft PSV ook profiteren. Kijk, Bakal zoekt naar ruimte voor het schot. Besluit dat uiteindelijk met het linkerbeen te doen en Bahia grijpt niet in. En dan schiet Bakal natuurlijk voortreffelijk. Goed, Joey. Daar is de Jong nog. Dan komt er niet aan, maar krijgt de bal cadeau van Noël. Fantastische goal van Jonker, 2-0. Ja, die is er ziek van, Laurent. Die geeft het al zomaar weg. NAC maakt de laatste week veel fouten in verdedigend opzicht. En nu genadeloos afgestraft door Jonker. Hier Laurent. Zomaar in de voeten van Jonker. En de afronding is natuurlijk prachtig. Suarez. Hier is een derde. Jazeker, Suarez. Zo, 3-0, een hat-trick. En de mooiste. Al was de eerste ook mooi. Dit is nog een schitterend afgemaakt. Net als de 2-0 doet hij het helemaal alleen. Langs Power en de afronding. Schitterend. Daar valt Gentenaar toch niks kwaad te nemen. Zo hard en overtuigend. Inworp voor Willem II. Zeilen. Jawel. Wat een prachtig doelpunt van Sergio Zeilen. Heeft heel veel acties die mislukken. Maar wie die waagt, die wint. En nu lukt het. En dan is het een prachtig doelpunt. En verdient ook de gelijkmaker voor Willem II. Want Groningen, na die goede eerste 10 minuten, laat het initiatief volledig aan de ploeg van Alfons Groenendijk.